kan je haast niet ontgaan zijn. De karwei in Meidrecht opent voortaan zijn deuren op zondag. 5000 euro mogen ze daarvoor aftikken. Per keer, want winkels mogen helemaal niet open op de laatste dag van de week. Op 4 vastgestelde koopzondagen per jaar na. Ondanks deze boete blijft de karwei gewoon opengaan. Nou, dat hebben wij besloten omdat eigenlijk alle winkels rondom de gemeente Meidrecht allemaal open zijn. En dat wij gewoon uit economische noodzaak gewoon open moeten zijn. In deze gemeente ligt dat wat lastiger als in andere gemeentes. Maar goed, we kunnen gewoon niet anders als opengaan. En dat wil de gemeente niet. Er bestaat een winkeltijdenwet en die zegt dat winkels op zondag niet open mogen zijn. En de gemeenteraad mag daarvoor een uitzondering maken. In de gemeente de Ronde Venen heeft de gemeenteraad besloten om dat niet te doen. Ja, dat is een politieke meerderheid in de gemeenteraad die dus het onwenselijk vindt dat op alle zondagen de winkels open zijn. En dat komt vooral door de ChristenUnie-SGP. Toen de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen stroef liepen en het duidelijk werd dat de grote partijen D66 en VVD niet in de coalitie kwamen, waren de 2 zetels van de ChristenUnie-SGP nodig om de meerderheid te hebben. En de partij was duidelijk. Zondagsopenstelling is en blijft een breekpunt. Ik denk dat wij als ChristenUnie-SGP in principe gewoon dit standpunt blijven huldigen. Ik heb op dit moment eerlijk gezegd ook wel wat andere dingen aan mijn hoofd als raadslid. Met alles wat in sociaal domein plaatsvindt, dan we nu op dit moment erg druk te maken over de winkelopenstelling. Ik weet wel dat winkeliers het moeilijk hebben, maar dat geldt bij ons en dat geldt bij andere plaatsen ook. Alleen het verhaal dat als we de winkels maar op zondag open doen, dan gaat het ineens goed met de winkels, daar geloof ik niet in. De burgemeester respecteert de keuze van de karwei, maar staat achter de dwangsom. Ik vind altijd dat iedereen er recht op heeft, inwoners, bedrijven of ondernemersverenigingen, om natuurlijk hun belangen bij de politiek kenbaar te maken. En ja, mensen mogen er ook hun eigen methodes voor kiezen. Dus eigenlijk heb ik daar niet echt een hele eigen mening over, behalve dat ik wel vind dat mensen zich aan de regels moeten houden. En als je dat dus niet doet, moet je ook de consequenties daarvan willen ervaren. En dat gebeurt hier nu. Je ziet heel duidelijk dat de consument tegenwoordig bepaalt wanneer ze boodschappen doen en waar ze ook boodschappen doen. En dat er dus daadwerkelijk heel veel behoefte is aan op zondag boodschappen doen in deze gemeente. De karwei steekt naar eigen zeggen zijn hoofd boven het maaiveld uit voor de rest van de ondernemers. Vanuit de handelsvereniging Meidrecht is ook daadwerkelijk ook het verzoek uitgesproken naar de gemeente om gewoon de koopzondag vrij te geven. Zo kan iedere ondernemer zelf bepalen of hij wel of niet open wil op de zondag. Maar we zien vanuit de concurrentie van de overige gemeenten dat daar gewoon echt heel veel behoefte aan is. En dat er met name ook een verschuiving in de vraag is. De koopavond wordt steeds minder, maar de koopzondag wordt steeds meer. De dwangsom kan oplopen tot in totaal 50.000 euro. Daarna wordt bekeken of er andere restricties nodig zijn. De coalitie, maar ook de gemeente, zien de karwei het liefst dicht op zondag. Maar vooralsnog blijven de deuren van de bouwmarkt gewoon geopend.